Waarom niet? Daarboven is het niet. Tyfus koud, denk ik. Ja, maar je hebt het niet koud, hè? Klimmen. Best een filmpje, maar. Hoezo? Of is het grappig? Die Herman Bob. Een sigaro. Maar ben je voor zichzelf? Lopen. Gaan we eens even een hele grote boom bekijken. Ja, wil je hem zien? We zitten weer net te filmen. Nou, wacht maar tot je erbij staat. En dan? Het is een immense ervaring. De top gaat over. Ik wil daar even heel op. Nou ja, ben je speechless van, hè? Een hele, hele grote boom is het. Nou, zou ik het ernaast liggen erop en dan zou ik van zo'n niet verzuren halen. Het is ook jouw vakantie, man. Ik zit hier weer aan een reepje, hoor. Dat is eiwitjes. Huh? Ik zit hier weer aan een reepje. Waarom? Naar het gat. Naar het reepje. Naar elkaar. Dat shirt zitten. Heb je gewerkt, man? Ik had hem wel even rukken. Blijft hij echt zitten? Ik weet het. Hey.
een koffie. Lekker man, hè, stevigjes. En een koelkast. Ja, daar zijn nog twee spullen mogelijk voor ons. Ik denk dat het gaat kamperen. Learned their lesson either in 2003 or in 2015, but I agree with Fareed that it's a very dangerous situation. Well, Fareed, at one moment, you know, the president says the U.S. is locked and loaded, and then, you know, leaning toward blaming Iran. The next, he's saying this, watch. If you want a war with Iran, then what war? I don't want a war with anybody. Well, we have a lot of options, but I'm not looking at options right now. So, I mean, listen, it's policy, I mean, it's incoherent. It's all over the place. Is that making the situation worse? That's right. A week ago, Mike Pompeo said the president is ready to meet with the Iranian. Ik associeer me ook altijd met stroom, dus ik vind het nou niet veel beter. Here it
Anders zie je het niet. $5 als je hem duwt. Maak er 6 van. Gratis. Esther, wat vind je ervan? Ik ga er ook ondertiteling onder zetten. Auga! Zeg maar niet! Auga! Dat was een grapje, man. Ik heb geen bereik. Ik heb geen bereik. Oh, hier. Het was 10 bots. En dat is het enige ding dat ik heb gedaan. Zou je ook een portretfoto van een eekhoorn kunnen maken? Tuurlijk. Ja, maar ja, dat herkent hij toch niet? Is dat een restaurantje? Hoe zag? Gewoon. Maar dit is dus de halfdome of was je erachter in? Ja, maar is dat El Capitan of niet? Halfdome is niet El Capitan of wel? Ik weet het niet, dat vraag ik. Nee, daar heb je niks aan doen. Het is te ver ingezet. Ja, weet je het zeker? Ik zou wel een beer houden. Gek, gek. Daarom wil je geen foto's. Nu wel, nu is het daar goed. Wat is er? Nee. Hebben jullie commentaar op mij? Nee. Hou je bek dan. Deze jongen vindt het ook interessant. Die is aan het kijken hoeveel hij gelopen heeft vandaag. Graf? Huh? Ja,
Zeg dit? Heb jij die kaart? Want er lag stond een grote apel. Wat doe jij nou? Even die dag tegen de keihard tussen. Ja, als je tanden uit je bek valt. Pittig gehiked dit hoor. Zo dom hij. Dat doekel is eigenlijk. Ja, niet boos zijn. En dan daar haal ik wel zo'n afbeelding en dan zeg ik dat ik gelijk heb. Bijna. Nou, dat lijkt me ook kunnen. Ja, man. Ja, we staan nu in Mirror Lake op mijn kaart. Ja. Ja. Krijg je natte voeten van? Kijk, hier is water. Ja, dat zei ik toch. Bij de casino, ja. Bij die wc's aan het schijten. Zijn er twee. Blijf staan hoor. Hey, het zijn echt een stuk of vijf. Hey. Ja, sowieso. Alle auto's staan ook gelijk stil. Het droog al op, toch? Feel going? Trap je straks de bus en ga je hetzelfde als waar je vandaan komt. En dan heb je echt een tering aan de club. There's still a little hard for me. I don't like scared guys. Especially going downstairs. Where you look, do you have some good photos? Ah, dat is goed. Hoeveel uur hebben we? How much sense in the town? We got a follow in. Zo, dit is een lekker boompje zeg. Jij hebt zo'n grote boom gezien. Godverdomme. Ja, de Sherman. Qua volume, Chris. Zij er niet bij?
Waar ruikt het naar? Bos. Natuur. Zo, een nieuw boompie. Ja, ik bedoel, het Willem Wiesenpark ruikt het zelf hoor. Ik weet niet waarom wij 14 uur in het vliegtuig zitten. Hebben jullie stiekem fruitterrasjes, mij? Nee, man. Wel staart dus. Ik heb een, ik moet iets bekennen, ik heb een proteïnereep in mijn broekzak. Hoeveel gram? 11. 12. Nou, ik heb van Joshua geleerd dat elke proteïnegram van 20 gram of meer goed is. Als ik thuis kom, dan lepel ik meteen een pot Nutella leeg. Waarom pas als je thuis komt? Nee, waarom is gaan we straks niet even naar de supermarkt? Ja, weet ik niet eigenlijk. Het is snel anderhalf uur. We mogen nergens heen, Max. Ja, moet ik ook zo doen? Wat jij wil. Whatever feels right, bro. Anti-blue en gay en proud. Wat een combi. Ja. Ik vind het wat koud hier. Dit maar die poot van boord. Zo'n flinke caravan. Doe maar zo. Dan moet je, ik ga jou een boete krijgen. We hebben ook gewoon copy patch. Zitten we hier moeilijk te doen met oploskoffie? Kunnen die ergens in? Ja, ik denk dat die wel ergens in kunnen. Ja. Ik. Ik smeer het in je camera, dat is niet zo. Kijken! Ja? Het is toch wel leuk, hè? Als je een spijt wilt afvragen, ik blijf kijken! Ja? Open en. Oh, de rest hier is terug in New York. Gaat het lukken? Central Park. Dit gaat wel lukken. Ja, dat denk ik. Ja. Goed zo!